is zo dat we vanaf maart van dit jaar bezig zijn om zeg maar de mijngeschiedenis van Gelen in beeld te brengen. We hebben daarvoor een expositie ingericht en die is dan Mine Art. Die Mine Art, dat gaat over materialen van de koel van vroeger. Dat gaat over kunstwerken van de koel van vroeger. Nou, en ook natuurlijk allerlei zaken die ze kunt lezen, beuk die we hier hebben, beeldenissen enzovoorts. De verzin vanaf maart was gezegd bezig. We hebben op twee plaatsen in het Gelense centrum, in leegstaande winkelpanden, voor onze winkels ingericht gehad. Eén keer in de Gravenstraat, voor twee maanden gezeten. En we zitten al een half jaar nu in de Groenstraat. En ja, met wisselend succes moet ik zeggen, mensen die geïnteresseerd zijn in het mijnverleden van Gelen, die zijn er eigenlijk allemaal wel geweest. Maar wat betreft het bezoek zou het nog iets beter kennen. En dat zou kennen elke dag van 1:30 tot 4:00. Dan zitten hier een aantal mensen en dan kent iedereen zich op de weg te stellen van wat eigenlijk de belangrijke geschiedenis van Gelen is geweest op het gebied van de mijnbouw. We houden hier in Gelen de grootste koel van de ganse wereld, voor wat betreft twee schachten. De koel heeft gefunctioneerd van 1926 tot en met 1968. Dat heeft een hele grote impact gehad voor Gelen. Gelen is groot geworden door de koel. En dat hebben we hier met deze expositie in beeld willen brengen. De koele stouw, de schengeltje, de duivel hoort zijn laatste biecht. We staan hier voor een mechanische pijler en deze mechanische pijler bestaat uit een afvoer en een toevoer, een wandelbouwwerk, een transporteur en die transporteur bestaat uit met 485 pk motoren, een schaaf, de stal om die schaaf de gelegenheid te krijgen om voortgang te verplaatsen. Als men dat gedaan heeft, gaat de schaaf op en af, transporteert die kolen naar een afvoertransporteur, gaat over om een transportband en vervolgens vallen de kolen in een laadkast, worden in de mijnwagentjes geschud en gaan zo naar de schacht. Dit is schacht 2 van de Hendrik, mooi naar gelijkmatig naar beneden naar de mijn in te laten gaan. Deze schachtkabel op de Hendrik is 60 mm rond, kan 170 tot 180 ton verdragen en van die kabel die moet minimaal 80% van zijn maximale breekbelasting hebben. Daar gaan 8 kleine wagentjes op van 800 liter of 4 grote wagens van 2000 liter.